Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe mijn dag in Leuven er gewoonlijk uitziet. Dus zoals jullie hebben gezien ben ik opgestaan om 6:30. En dat is omdat ik nog naar de fitness wil gaan voordat ik naar de les vertrek. Dus ik heb mijn fitnesskleren al aangetrokken. En ja, ik sta even buiten nu, even wat frisse lucht in de ochtend. En de lucht is al een beetje roze aan het worden. Normaal ben ik een heel slechte ontbijtster, dus je moet daar geen voorbeeld aan nemen. Maar omdat ik naar de fitness ga, ga ik toch iets eten. Ik ben klaar om naar de fitness te vertrekken en het is ondertussen ook al licht geworden buiten. Dus ja, ik ga vertrekken en ik ga zien of ik iets ga filmen in Basic Fit, maar het hangt er vanaf hoe druk het gaat zijn. Ik zit op mijn fiets. Er is een mooie zonsopgang, maar je ziet het niet op camera. Ik sta nu aan de Basic Fit, maar ik ben te vroeg, het is nog niet open. Ik probeer altijd... Eigenlijk is mijn doel om elke dag in de week naar hier te komen, maar meestal komt dat neer op 4 à 5 dagen in de week dat ik naar de fitness kom. Ik ben gewoon de allereerste in de fitness, oh mijn god. Ze hebben echt net de deur open gedaan voor mij, dus... Oh mijn god, die poetsmens. Maar oké, dit is de Basic Fit in Leuven. Oh. Ik denk alleen maar kom ik die manier tegen. Ik heb nu niet zoveel tijd in de fitness, dus ik ga wel voortdoen. Ik heb maar 3 kwartier tot een uur, terwijl ik eigenlijk normaal 2 uur in de fitness zit. Maar ja, ik kan beter iets doen dan niks doen, want vanavond heb ik ook plannen, dus dan kan ik niet gaan. Ik zal wel proberen jullie wat te laten zien wat ik doe. Ik heb dus net een uur in de Basic Fit gezeten en ik ben echt top op. Normaal ga ik 2 uur, maar ik heb nu dus iets harder doorgezet. Ik ben klaargeraakt met douchen, dus ik ga nu naar de les gaan. Normaal ga ik met de fiets naar de les, omdat dat gewoon sneller is. Omdat je niet moet letten op de uren van de bus. Maar vandaag ga ik met de bus gaan, zodat ik jullie een beetje meer kan laten zien van de weg naar de campus, als dat lukt. Ik zal jullie proberen zoveel mogelijk mee te pakken en proberen zoveel mogelijk te filmen in de campus. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Want ik weet niet, ik vind dat toch maar gênant. Dus we zullen zien. Dus deze is mijn outfit om naar de les te gaan. En dan ga ik maar eens vertrekken, hè, want anders kom ik veel te laat. Ik moet even voortdoen. Zien dat ik die bus niet mis, want zo ben ik dan. We zijn aan het werken in Leuven, waardoor de bus bij mij stopt. Aan de hoek van de straat. Daar zo. Dus dat is lekker gemakkelijk. Ik heb nu de bus genomen tot aan het ziekenhuis en dan kun je hier zo binnendoor wegnemen. Daarvoor zijn nog studenten om zo binnendoor naar de campus te wandelen. Dit is onze campus. Ik kan niet zo luid praten, want er zijn mensen achter me. Oh, Rian is al op mij aan het wachten, maar ik ben zo laat. Is er plaats of niet? Oh, God. En ik ga wachten op die campusbus. Kan die er niet aan? Mijn les is net gedaan en ik ga nu naar de bus wandelen. Het is echt koud buiten nu. Ik ben net uit de bus gestapt en ben nu terug aan het wandelen naar mijn kot. Het is niet zo ver, maar daar. En... ga ik eindelijk iets eten, want ik heb nog niks gegeten buiten die banaan van daar straks. Dus ja, en binnen een uurtje komt er iemand haar nagels doen bij mij. Want ik doe gelak bij mensen. Alba is ondertussen ook al vertrokken naar de les. Dus dat wordt alleen eten vandaag. Meestal eten we wel samen. Als ze alle twee op kot zijn. Dus ik ga eerst iets eten. En ik ga gewoon op mijn laptop een programmaatje zien. Want ja, als ik alleen ben, dan vind ik dat wel fijn om dan ineens iets te kijken. Ik ben klaar voor het meisje dat gaat langskomen voor haar nageltjes te laten doen. Dus ik heb hier alles wat klaargelegd. En ik heb ook mijn kleurtjes waaruit ze kan kiezen. Hier zijn de kleurtjes die ik heb.
Ik ben benieuwd welke kleur ze gaat kiezen. Ik weet wel niet of ik haar kan filmen als zij er is. Ik zal het vragen. Maar je weet er natuurlijk niet of mensen graag op camera willen staan. Dus ik heb net haar nageltjes gedaan. Mooi. En ze moet vertrekken naar de les, dus we gaan doordoen. Ja. Wat ik nu ben aan het doen is voor de video. Ik ben van die copyright-free liedjes aan het zoeken voor achter mijn vlog te zetten. Dat moet ook gebeuren. En daarna ga ik leren. Want vanavond is het Halloweenavond. Ik ben nu de rest van de namiddag gewoon aan het studeren. En ik ben nu orthopedie aan het studeren. Wat ik eigenlijk nog wel een leuk vak vind. En ik ga nu studeren tot 7 uur. Want dan ga ik naar mijn vrienden van in de les. Omdat we daar een Halloweenavond mee gepland hebben. Dus we gaan gewoon samen eten. Een gezelschapsspel spelen. En dan gezellig een horrorfilm zien. Dus dat kijk ik al naar uit. Ik ben klaar om te vertrekken naar de avond. En we hebben gepland met onze geneeskundegroep. Mijn batterij van mijn camera is wel bijna plat. Dus volgens mij gaat die uitvallen. En dan ga ik moeten verder filmen met mijn gsm. Maar dat is oké. Ik heb geen extra batterij bij deze week. Hi. Dit wordt de vlog. Florian, is als je er wilt inkomen? Ja, kut! Oké. Ah ja, oké. Okay, het is goed. Oh, dit is een leer. Oeh, pizza. Zou het hier leren? De rest zit boven frietjes te eten. Ja, het is me echt. Echt? Nu al? Ja, wacht hè. Het is wat sneller begonnen. Kom, iedereen heeft je kaart? Ja, ik heb je. Ik weet wel 10 op lager. Vandaag gaan we mijn een dag in het leven van een... Ik ben net buiten mijn kot, maar nu kun je het. De bus stopt gelukkig bij mij op de hoek op de straat. Maar nee.